Hey beste mensen, Ben van Essen hier van Ashton Music Academy. Hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over toevoegingen. Wanneer je akkoorden speelt, dan zijn dat normaal gesproken de akkoorden die je leert, gewoon de standaard versies daarvan. En dat is helemaal prima. Maar wat er leuk is, is om op sommige plekken in je akkoord of in een liedje een toevoeging te plaatsen, zodat je een kleurtje krijgt. En daarmee kun je akkoorden veel mooier laten klinken en veel interessanter ook. En ik merk zelf dat ik akkoorden veel vaker op die manier ga spelen, omdat het gewoon mooier klinkt. Dat het gewoon wat leuker wordt voor jezelf om dat op dat die manier te doen. Dus vandaag, ik ga het met je delen hoe ik dat bijvoorbeeld aanpak. Ik ga je wat inspiratie geven om jouw akkoorden ook interessanter en mooier te laten klinken. Laten we maar gewoon eens even beginnen bij een heel simpel akkoordenschema. G, D, E mineur en C. G, D, E mineur en C. Nou, dat klinkt prima, heel standaard. Maar hoe kunnen we dat nou wat interessanter laten klinken? Nou, luister maar eens naar dit. Dus dit. Hoe vind je dat? Dat klinkt al wat mooier, hè? Dat geeft een heel ander gevoel. Nou, het enige wat ik daar doe is een paar toevoegingen erbij spelen. Nou, wat zijn dat nou precies toevoegingen? Nou, als je een akkoord hebt, dan gaan we even heel kort, heel simpel een stukje muziektheorie doen. Een akkoord, een drieklank, bestaat uit drie tonen. Dus bijvoorbeeld G bestaat uit G, B en D. Als je piano speelt of wel eens achter een piano hebt gezeten, kun je dat heel makkelijk visualiseren door de toetsen van de piano te bekijken. Dan kun je zien G, B, D. Dat ga ik nu allemaal niet uitleggen, dat is een heel verhaal op zich. Maar dat zijn drie klanken. Maar stel, je gaat er nou nog een vierde klank aan toevoegen, dan noem je dat een toevoeging. En daarmee geef je dus als het ware een kleurtje. Dat is net als dat een schilder net een variatie of variant van een bepaalde kleur gebruikt, van blauw of rood. Kun je dat met muziek, met akkoorden ook doen. Dat is een toevoeging. Nou, wat doe ik nou bijvoorbeeld bij dat G-akkoord? Dit is het G-akkoord zoals we het standaard vaak spelen. Wat ik daar doe, is ik zet mijn wijsvinger erbij op de tweede fret van de G-snaar. Hoor je dat? Dus dit is zonder. En dit is met. Geeft meteen al een heel ander gevoel. Nou, dan gaan we naar het D-akkoord. Normaal gesproken klinkt het dus zo, heel standaard. Maar ik maak er dit van. Hoor je dat? Dat wringt net een beetje op een mooie manier. Het wordt al meteen heel erg sfeervol. Dus dit is standaard D-akkoord. Dit is een ander D-akkoord. Wat ik daar doe is, ik pak eigenlijk een C-akkoord. En die schuif ik twee fretten door. Dat is het contrast tussen de snaren die je indrukt en de open snaren. Geeft een heel warm gevoel. Nou, dan het E-mineur akkoord. Daar maak ik een, dat noem je een E-mineur 9 van. Oeh, ook heel sfeervol. Dit is een normaal E-mineur akkoord. E-mineur 9. Nou, wat doe je daar? Heel simpel. Open E-snaar. Middelvinger op de vierde fret van de D-snaar. Je speelt de open G-snaar en dan je wijsvinger op de derde fret van de B-snaar. En de A-snaar die demp je af met je middelvinger. Nou, dan dat C-akkoord wat ik net speelde. Die speel ik helemaal hierboven. Nou, dat is misschien een wat lastiger akkoord met je duim. Nou, dit is een normaal C-akkoord. Standaard. Ik maak daar dit van. Nou, dat is een soort C-akkoord met een, nee, een soort F-akkoord met een C in de bas. Nou, wat doe ik daar? Met mijn duim speel ik daar de achtste fret van de lage E-snaar. Dan demp ik daar ook meteen de A-snaar mee af. Open D-snaar en dan met mijn wijsvinger speel ik daar de zevende fret van de G-snaar en met mijn ringvinger de achtste fret van de B-snaar. De hoge E-snaar speel ik niet. Nou, dat is een mooie variant op een C-akkoord. Ja,
Deze akkoorden zijn niet bedoeld dat jij dit deze nou allemaal letterlijk moet overnemen. Het gaat me vooral eventjes om dat ik je wat, misschien wat inspireer daarmee. En je uitdagen om te gaan zoeken naar kleurtjes, naar variaties van de akkoorden die jij speelt. Dus ik geef je gewoon even een paar opties en die kun je eventueel naspelen of niet. Laten we er nog een paar pakken. In de video van vorige week, toen ik het liedje Photograph van Ed Sheeran aan je ging uitleggen, toen hadden we het over open E-akkoorden. Dat waren deze akkoorden. Als je die video wil zien, klik dan eventjes door naar de video van vorige week. Nou, open E-akkoorden die lenen zich helemaal mooi voor kleurtjes. Ik pak even mijn plectrum erbij. Omdat die al heel erg zangerig klinken, die akkoorden. Dus het is heel mooi open, klinkt lang door. Nou, laten we daar bijvoorbeeld dus in plaats van deze C's mineur, dit gaan spelen. Oeh. In plaats van dit. Dat is mooi, toch? Nou, wat doe je daar? Met je wijsvinger speel je daar de 9e fret van de lage E-snaar. Dan met je ringvinger de 9e fret van de D-snaar. Met je wijsvinger de 8e fret van de G-snaar. En de rest, de B en de E, hoge E-snaar, die speel je open. En de A-snaar, die demp je af. Nou, dat is ook een mooie, toch? Dus dan kan je bijvoorbeeld dit doen. Toch? In plaats van dit. Dat klinkt ook al gaaf, maar dit geeft gewoon nog veel meer sfeer. Nou, dus dat zijn even kort gewoon een paar inspiratiepuntjes die ik met je wil delen. Zodat jij kan gaan kijken van, hey, kan ik misschien ook mijn akkoorden net wat interessanter laten klinken? Dus het kan vaak op een hele makkelijke manier. Dus in het geval van dat G-akkoord. Gewoon simpelweg je wijsvinger erbij neer te zetten, dan krijgt het meteen al een heel ander gevoel. Dan ga er maar eens mee experimenteren en laat me weten ook in de reacties wat jij daarvan gemaakt hebt. Gebruik jij al toevoegingen in je akkoorden? Of speel jij nog de akkoorden op een hele standaard manier? Nou, dat is beide natuurlijk goed, het is geen goed of fout. Maar ik ben heel benieuwd of jij dat al gebruikt, of dat dit nieuw voor je is. Laat het me even weten in de reacties hieronder. En als je nou net begint met gitaarspelen en je hebt wat hulp daarbij nodig, dan heb ik een gitaarles startersgids voor je gemaakt. Dat is gewoon gratis download. Een pdfje van een paar pagina's. Het is heel compact waarin ik je uitleg van nou, wat voor soort gitaar je nodig hebt. Ik leer je al een aantal basisakkoorden. We gaan al een liedje spelen. Ga je leren tokkelen en dat soort dingen. En die kun je gratis downloaden. Dat is mijn bedankje voor jou voor het kijken van deze video helemaal tot het einde. En die kun je downloaden op ashtonmusicacademy.nl/start-met-gitaar. Dat is Ashton, A-S-H-T-O-N, musicacademy.nl/start-met-gitaar. En dan is die voor jou. Nou, vergeet als laatste niet te abonneren op dit kanaal. Ik maak wekelijks weer een nieuwe gitaarvideo. En klik ook op dat duimpje omhoog als je dit interessant vond. Dan laat YouTube namelijk weer aan meer mensen zien. Dus daar kun je misschien iemand anders ook weer mee helpen en blij maken. Dat is een makkelijk goede daad verricht. Hey, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je graag volgende week weer bij een nieuwe video. Ciao!